in front to back. I'm deaf with these lyrics and dope with this track. This type of music you're using when you're getting over, it carries more luck than a four-leaf clover. I'm calm, but like a bomb, when I explode, you are told, don't act bold, or you'll fold like paper. Yes, I make the average crowd get wild like a raper's in effect. Trying to flex, what the heck? Let's just break his neck. But back to the title, smooth but deaf. I'm not impressed, so what you claim to be the best? I suggest you bring your uncle, aunts, and nieces. Mess with the ice and you will rest in pieces. I'm smooth but deaf. You're getting done. You're getting done. You're getting done. You're getting done, you're getting done. I drop my lyrics mellow, that's how they flow. I'm licking them fast, or licking them slow. I go do a show to make the girlie scream and holler. I CSD, clock stupid dollars on a serious tip. I'm equipped with the gift to be versatile with a style that's legit. My son, or should I call you daughter? I order slaughter, a MC for a quarter. You cheat, you repeat your rhymes all the time while I climb with my line, getting paid by my rhyme. 9 to 5, that's how you L-I-V-E. I get respect as I flex my R-A-P. I'm strapped with steel, you wanna ill, be real. I don't feel sorry for the frill I kill or terminate. Yo, I learn to hate, a bite a weak rhyme writer as I burn a fake rapper. I hand clapper, can I get a yes? Yes, I'm smooth but deaf. You're getting done. 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 Don't make me have to go further in my style of rap. It's a fact, I attack the whack cause they lack what you need to proceed to grow like marijuana, or should I say weed. I put brothers on the spot that's hot, then I lock the door. Magnum Alpine with the Dutch. Slovakia, second country is Czechoslovakia. Welcome in Italia. Oh, Denmark, Denmark. Give me, ladies and gentlemen, big applause for the country Denmark. And the Belgium winners. Country. Hungaria. Welcome Hungaria in Padova. Friend from '92. Dance. Bienvenidos amigos. Sí, bienvenidos amigos, España. In Padova, the Netherlands. De Peiba. Peiba. From the Netherlands. Team Reyers naar boven. Team Reyers naar boven. Daar hebben we Wepco. Wepco. Uit Nederland vandaan, het team Wepco. Onder aanvoering van de heer Van der Wildenberg. Welkom hier in Italië. In Padova. Slovenië, welkom hier in Padova. Eickhout from the Netherlands. Peiba. Onder aanvoering van teammanager Henny Wevers. Team Weijers Eickhout. Van equipe. Van de kip Engeland.
de kip, Engeland. They can tweet better football for this year, Engeland. You saw you come from England? Yes and no. Welcome in Italia, Sweden, and good luck for you. Welcome. Bienvenue très nombreux cette année, nos amis suisses. Et l'année prochaine, on sera très nombreux chez eux aussi pour l'hommage au championnat d'Europe, où je serai déjà en votre compagnie, je peux vous le dire. Welcome Switzerland and good luck! Et là c'est quoi hein? Oh, c'est ça. Lituania. Lituania? Non? Michel Lalande, je vois le docteur responsable de l'équipe de France, ils sont tous là, la France. Voilà la France, avec Christophe Lemaitre, ils sont tous là, bien sûr, il y a Eric Minotti, il y a Michel Lalande, l'entraîneur de l'équipe de France, il y a bien sûr le team Sunchipi qui est représenté, et il y a également les cycles de Gers, le team cycle de Gers, et je voudrais pas en oublier là, il y a l'équipe de France. Infine a ultimare questa stupenda manifestazione con il numero dei colori l'Italia, organizzatrice Padova. Italia. On termine avec le team JT Europe avec Franck Brix, Denis Casamata, il y a également Yannick Rosset, il y a Corinne Borland bien sûr, et puis il y a Glenn Nielsen et notre ami Hertz. La partie de temps dans la première en finale, catégorie des garçons de 6 ans maintenant. Alors c'est le podium, c'est la Coupe d'Europe qui se dessine ici sur la piste de Padova. Oh, le shoot est bon, et je pense que c'est un type de Slovaque qui s'envole pour être sacré un champion d'Europe ici sur la piste de Padova lors de cette manche au championnat d'Europe en Italie. Attention, je ne sais pas, je ne vous arrête pas. C'est une bataille entre tous ces deux Slovaques, je pense là-bas pour la première place du podium. Et je vais bientôt attendre la première si vous revenez vers la ligne d'arrivée maintenant. Il est peut-être mieux, il est peut-être mieux, il est peut-être mieux, il est peut-être mieux. Attention, si le temps de ce métier, on donne le talent. Ja, daar komen ze vanaf die 10 meter lijn. Het is daar een bliksemstart geworden. Daar voor de man uit Tsjechoslowakije. Hij gaat proberen daar de hero te halen. Hier in Spanje, hier in Italië. En dan gaan we eens kijken naar die koploper op dit moment. En dan gaan we eens afwachten of hij die koppositie kan waarmaken. Er is een klein valpartijtje gebeurd daar op die eerste dubbele. Maar de man die daar aan de leiding mee te gaan uit Tsjechoslowakije, Michal Ala. Dat is de man die daar koppositie mee ging te nemen. En dan gaan we eens afwachten waar is de man uit Denemarken. Amelie. Hij gaat ook proberen om de man te komen. Maar we gaan eens kijken naar de man uit Tsjechoslowakije. Hij pakt de kop hier in de finale. En dat is Michal Skrabokova. Hij is te ver vandoor gegaan. Hij is gedemareerd. En de tweede plaats gaat hier dan opgeëist worden voor de man. Marco Cabana, 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 Marco Cabana,
dat was het daarvoor. Millie Nijmeijer, maar zij zit op dit moment op die vierde, vijfde plaats. Die anderen zijn er vandoor gegaan. Dan gaan we kijken naar de koploper op dit moment op de eerste plaats. De dame uit Frankrijk vandaan, Celine Kroos. Celine Kroos daar in koppositie, daar die middenkombocht in. Daarachter het park van mij. En dan gaan we eens kijken naar onze andere dames of die daarbij kunnen trekken. En dan gaan we afwachten wat er gaat gebeuren. Klein volgende daar in die kombocht. Maar het is nog steeds de dame uit Frankrijk vandaan die daar op dit moment de leidende positie weet te nemen. Celine Kroos uit Frankrijk komt maar als eerste op de teletop. En dan gaat ze richting de tienerslijn, richting het vastwerp hier. En hier komt ze als eerste over de tienerslijn. Celine Kroos uit Frankrijk op de tweede plaats komt daar binnen. Ook alweer uit Frankrijk. Claudia. Argentine heeft 93 qu'elle s'envenait. Christophe Mora, il m'a impressionné tout à l'heure lors de demi-finale. Ça confirme mon impression. Et bien, il faudra encore un peu de patience sur ça. Christophe numéro 93. Et ça demande une confirmation. Ça remonte au début de l'arrière. Je suis pas vu qui est tellement je suis un peu loin. Et ça, c'est dommage. C'est dommage de pas pouvoir commencer le tour sans le réveiller. En tout cas, le côté avance de plus en plus. Le côté avance de plus en plus. C'est une coupure. Une coupure également. La deuxième ligne droite. La plus de temps. Et c'est le championnat d'Europe qui est au bout de la ligne droite. Allez, c'est un petit peu de En daar zijn ze weg. Het is een bliksemstart geworden daar voor die Daniëlle Visser. En Suzanne Kuijer zit er heel goed bij. Daar op dit moment op die derde, vierde, vijfde plaats. En dan gaan we eens kijken naar de dame uit Frankrijk. Naar Bessie. Jessie Kuijer van Austria bijna door te hebben. Maar de dame die daar aan de leiding weet te gaan. Met veel krachten overmacht uit Oostenrijk. Uit Austria. Anders te stellen. Dat ter Horne. Daar aan de leiding. Zij pakt op positie. En op de tweede plaats is het Daniëlle Visser. De Nederlandse dame. Maar we gaan eerst eens kijken naar de dame. Het laatste rechterstuk richting Tienerslijn, de tweede positie, de second place.
Italiano siamo in Italia, il numero 4 è questo. All riders in lane 4, dietro. All riders in lane. Unique Zemmata, Clemens Jules, Roderick Neri, Manfred Swamba, Christophe Lévesque, Koen Wilbon, Christophe Lévesque en tête. Christophe Lévesque est en tête devant Roderick Neri, alors c'est Unique Zemmata qui prend la troisième place, et Claude Wilbon qui prend l'extérieur, un terrible. Christophe Lévesque toujours en première position maintenant, il reste 150 mètres de course. Christophe Lévesque, Roderick Neri, Unique Zemmata, Clemens Jules, et Claude Wilbon en septième position. On a même maintenant la dernière ligne droite, avec Christophe Lévesque en première position, Unique Zemmata, deuxième, Roderick Neri, troisième. Et ensuite, Clément Gueux, ce Claude Villemont sur les ropes. Waouh! Oh là, il est passé au-dessus de la grille là-bas, notre ami Roppelten. Roppelten est passé au-dessus de la grille alors que le s'envole là-bas, Eric Minotti. Eric Minotti, deuxième, troisième, Mickey Gaudillard. Alors que le monde très s'envole là-bas également avec l'Angleterre. C'est Jimmy Staff. Jimmy Staff en première position. Deuxième, Eric Minotti, Mickey Gaudillard. Troisième, et que Roppelten. Une franche passion au-dessus de la grille de départ. Ligne droite à la brise avec Jimmy Staff. Jimmy Staff, premier. Deuxième, Eric Minotti. Troisième, Mickey Gaudillard. Alors que la quatrième position maintenant est extrême. Le recherche, Wolfgang Speyer, Martin Sesma, Fabrice Vettoretti, Ludovic Laurent, et Bas de Bever on the landing. Oh, le doutou, Bas de Bever. Ah, il a eu un problème mécanique, Bas de Bever. Bas de Bever a un problème mécanique alors que je reviens à la tête des opérations maintenant. Et c'est le recherche, je pense, pour la Suisse. Le recherche qui a pris la tête des opérations. Ludovic Laurent, peut-être. C'est Ludovic Laurent, je me trompe. Pour la France qui a pris la tête des opérations là-bas, alors que c'est la pression terrible. Et notamment avec qui, okay, bien sûr, avec Fabrice Vettoretti. Et pour l'instant, la victoire ne pourra plus échapper à le... Allez, série 73 et 14-15 ans, toujours ça part de plus en plus vite et ça va déménager, je vous assure, vous allez voir, ça va de plus en plus vite. Avec pour l'instant, pour l'Italie, représenté Dario Gafforini. Dario Gafforini en première position. Dario Gafforini, comme Italia, la première position. Mais pour la France, il y a David Michelot et également qui, eh ben, juste avec Michelot, un pied de l'Ante, Kurt Wolkenhoff, Suisse, Alexandre Roche, et victoire de Dario Gafforini, Italia, deuxième position pour qui? Let's go! Oh, oh, oh. And Dutch, thank you. Germany. Yeah. Michael Ost, the problem on Michael Ost on the start group. Et là, ça va de plus en plus vite, puisque ce sont les concerts de 14-15 ans, bien sûr, sur la piste. Angelo Ferrari, en Italie, de la Mario Hofer, Österreich, Michael Ost, Germany, Hervé Krebs, Suisse, Premier Roundtown, Gessler, comme FD de l'Angleterre, from the road, Germany, Tom Jensen, Benelux, sorry, en Angleterre, de Cruz, Van Eyck, Tim Tops, et Metz, 24 quarts nus, Metz, et de parcours sur la piste, Sturikeit, David Nicotta, Jen Tondesen, Ron Briggs, Daniel Hertz, Martin Rox, Patrick Kerr, Jean Tison et Yannick Dumol. Yannick Dumol qui occupe une deuxième place et qui doit être châtaignier, son collègue ami là-bas, pour prendre une première place. Le premier Yannick Dumol est ainsi maintenant en première position. Et va probablement remporter cette victoire de la première manche avec le numéro 10, sa première victoire. Yannick Dumol. Wachowat, MCS, la partie d'enfer, et bien sur la tête d'Erwin Jagger ou Erwin Hemskerk. Alors sur la piste, from England, Robert Paul, Andrea Fapping, Henry Tupin et Jürgen.
Geringer, Erwin Emskerk, Erwin Jange en Sven Delmas voor La France. Alors, le 10, c'est sur son mi-poste. Peu pour la France, le Sven Delmas, le Sven Delmas, c'est en première opposition, car c'est un demi-euro de course de la première opposition, c'est de Erwin Emskerk, je pense, ou alors Andrea Sopping. David Bernard, Gianni Perponi, Peter Bishop, André Danteling, John Sands, Fred Wimmenhausen et Pierre Platy. Alors, c'est bien parti avec une tête David Bernard pour la France qui occupe la première position. Et la deuxième là, je pense que c'est le tour Gianni Perponi qui occupe la seconde position, mais probablement le côté de Let's go, come on, pour le moto 9-1. La série 91, bereits in een mengte, de cruise van 25 tot 39 jaar. Op het parcours, sur la piste, Gerold Milman, Jürgen Andersson, Tim Spinoza, Thomas Schoenemiel, Johan Kopper en François Hirschi. De laatste reeks voor de laatste, voor de eerste manche van de cruise. Dat is de reeks nummer 79. La série 97, la série des cruisards, 40 ans et plus, et puis on enchaîne tout de suite avec les superstars et avec mon ami Al Soubrius qui va faire la deuxième commentaire pour la deuxième manche de cruiseurs. Il y a sur la piste là-bas, William Schellack, Renan Totok, Mike Wimmenhagen, il y a Lucie Zygmunt. Ik blijf vanaf die 10 meter lang, is het Jan Achterlouw. Jan Achterlouw van het GPN, die pakt daar op dit moment gelijk op die dubbele koppositie. Gaat proberen nu op de tweede plaats een positie waar te maken. En dan gaan we eens kijken naar de man from England. Want Nieuwvoort, die er ook heel goed bij zit en de man op dit moment daar aan de leiding gaande, gaat zeker proberen om die koppositie waar te maken. Onder andere in de strijd zit daar William Kik en ook weer Arjan van der Groenendaal met daarbij Arjan van Ewijk. Nu Nederlanders in dit selecte gezelschap. En het is daar op dit moment aan de leiding. Hij komt daar als eerst op de tabletop bij Jurgen. En ook gelijk dit gewoon. Oh, Christophe Levecque, wie staat er? Dan gaan we kijken naar Rodrik Neri. Rodrik Neri daar aan de binnenkant aan de leiding. En dan gaan we eens loeren naar de andere mannen die daarbij zitten. Onder andere Claude Vieremon. Claude Vieremon die zit erbij met onder andere Clemens Schut, Dennis Kertemata. Allemaal giganten in dit strijdgerad. South Germany, Manfred Stromberg. En we gaan kijken onder first place. Daar is Rodrik Neri. Rodrik Neri pakt daar de positie aan eerst te stellen. En dan gaan we kijken naar de man op de tweede plaats op dit moment. Die gaat proberen nog een aanval in te zetten, daar ben ik de Rodrik Neri. En ook deze man is... Oh, Rappie! Rap, Rappie voor de tweede keer. Jammer, jongen. Rap, pak die fietsboot. Kom op, je weet nooit wat er onderweg gebeurt. Pak hem weer beet en probeer het in die derde maand dan toch maar. Maar we gaan eerst eens kijken naar de leidende man daar op dit moment. Naar de man van England on the first place, Jamie Staaf. Jamie Staaf gaat daar... nee, op de second place. De man daar aan de leiding is niet Jamie Staaf, maar dat is Erik Bonacci. Erik Bonacci die daar in komt. Positie weet te gaan, neemt de man van het GT-team, hij pakt daar de koppositie. Ja, daar zijn ze weg. Een hele goede start af van Bas de Bever. Ook Bas de Bever voor het webcontinu zal wat goed moeten maken daar op die dubbele. Ook in die eerste mans lag hij in koppositie. Toen ging er wat mis. Maar nu gaan we kijken naar deze gigant. We gaan kijken of hij hier de eerste plaats weg kan halen. Ook daar Martin Steensma, de man uit Friesland, die gaat proberen om daar aansluiting te krijgen daar op die derde vierde plaats. De binnenbocht mee pakken. Moet hij daar wat voordeel kunnen bemachtigen. En het is inderdaad Martin Steensma. Maar daar komt hij op die derde plaats. En dan gaan we eerst eens kijken naar Bas de Bever op de first place. Ja, nou dit geweld is weg met daar een goede stap van Koen van Valkenhoek. Die gaat proberen hier de zegen te behalen. Maar het is uit Denemarken, Dan Jensen. De man van het GT-team die even de voetjes bij moet zetten. En de second place, Dan Jensen van Denemarken. En dan gaan we eens kijken naar de Koen van Valkenhoek die hier ook weer bij zit. En nou Koen zal proberen om wat meer aansluiting te gaan krijgen. Hij gaat op dit moment op de derde plaats mee. En op de second place is het nog steeds de man uit Denemarken, Dan Jensen. Maar we gaan eerst eens kijken, de man daar aan de leiding op dit moment hier richting die finishlijn. Hij pakt daar kort. En ook zij zijn weer vanaf die 10 meter lijn vertrokken en het is een heel mooi geweld bij elkaar met Angelo Fula, Reinhard Marrossen, Michael Hosch, Hennis de Kress, Ben Bunstley, Robin van der Wolle, Kent Jensen en Antoine Motra. Allemaal verschillende Europese landen die hier aan meestrijden. Want het is uiteraard een Europees kampioenschap hier in Padova, hier in Italië. En we kunnen straks nog heel veel plezier beleven van hoe kan je hier straks de Nederlandse vertegenwoordiger. Maar voorlopig komen we daar aan de leiding op dit moment in deze race 74. En dat is de man uit Frankrijk, Oost-Frans, Antoine Motta, die hier met de rit overwint.
Oei, daar is een misstap van de man die dat hendig probeerde. Daniel Etz als Austria. Daniel Etz, pak je fiets, jongen. Pak je, put your bike. We gaan alles nog gebeuren, maar we gaan eerst eens kijken naar de man aan de leiding. Daar weer een man uit Frankrijk en dat is Yannick Tifol. Yannick Tifol. Ja, en die Edwin Heemskerk is weg als een speer vanaf die 10 meter lijn. Duikt daar over die dobbelen heen. En dan gaan we eens kijken of Edwin Heemskerk in die voorste gelederen zit aan handhaven. Hij zit daar op het tweede spoor op dit moment. Maar de man aan de leiding, dat is Andreas Hupking uit Germany. Aan eerste stellen. En we gaan kijken. Aan eerste stellen, aan de first place, is het de man from Germany, Andreas Hupking. En dan gaan we eens kijken wat we daar doen met de groep. Paul Robert zit er onder andere bij van Engeland. Met z'n 2, 4, 6 zitten ze daar in de baan. En we gaan eerst eens afwachten. Of de man uit Duitsland, als Duitsland met de eerste stel, Andreas Hupking. Daar is hij, ze pakt daar een kopstap, maar moet dat in, moet er daar op die stap gegaan met de man uit Zweden, Koran Zandberg van Engeland. En we gaan kijken naar deze race en de man die hier toch naar mijn inziens afwezig is Paul Roberts, de man uit Engeland. Maar de man die er wel is en hij gaat daar heel op zijn gemakkie aan de leiding, de man uit Nederland vandaan, Edwin Heemskerk. Pak daar koppositie en dan gaan we eens kijken of Edwin Heemskerk dat vol kan houden hier tot die finishlijn. En dat laatste dubbele daar nemen en duikt daar al zijn handigheid die kombocht in. Maar moet nu die tweede plek, daar gaat de man op de tweede plek. En de man op de tweede, derde plek. En het is nu één keer en Edwin Heemskerk die aan de leiding blijft. Yes, come on, let's go. Algo finale dus. Johnny finale. Nilwood, Nilwood, Jos de Laan, Jos de Laan, Nilwood, Fabrique Nerie, Nilwood, Fabrique Nerie, Nilwood, Fabrique Nerie, Jos de Laan. Alors que Christophe de Mexerne est heel extraordinaire. Et peut-être quoi c'est Nilwood, Ariel van den Groenendaal, tweede. Ariel van den Groenendaal, tweede. En Fabrique Nerie op de tweede plaats, hier natuurlijk de Algo finale. Op 16, Nilwood, van den Groenendaal. Ok, let's go, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé, Niki, il y a eu des problèmes là-bas. Alors Eric Minotti est bien sorti de la grille, je vois pas mal de Pérez, où est-ce qu'il est? Un second bras, deux fois que je fais ici, une chute, pas éviter la chute. Alors toujours Eric Minotti, Jimmy Staff en deuxième position, et troisième Niki Godilia, et Minotti, Jimmy Staff, Niki Godilia, alors que pas de Pérez d'entame, en retour au bord là-bas, sur le pied de revenir. Toujours Eric Minotti, Jimmy Staff, Niki Godilia, pas de Pérez revient, et Pérez extérieur, le double le top. Ja, daar breekt dat gewoon voor zijn dat Henry zich vanaf die 10 meterlijn en is daar een misstap van de man die toch gaat proberen weer aan te trekken daar op die dubbele, die is de kombocht in duiken. En het is Jorg de Lauw die daar heel slecht weg was, duikt daar die binnenkant bij en het is aan de leiding op dit moment. Scalfioni. Scalfioni die pakt haar koppositie en dan gaan we afwachten of Frederik Scalfioni aan eerste tel on the first play kan blijven zitten. Maar dat zullen we dan straks zien hier aan de finishlijn. Die heel goed weet mee te komen daar. Op de tweede plaats is het de man in het GT-tenue. Hij pakt daar de tweede plaats op dit moment in. En dat is dan de man uit Frankrijk vandaan. Dennis Casamata, maar de eerste. Ja, come on, come on. Goed vriend, nee, die heb ik hier. Daar is de bebel, daar is de bebel. Daar is de bebel eerst. Van de stressen, daar is de bebel. Hier rond, tweede. Van Jimmy Stijl. En dan zit Nere 2. Daar is de bebel. Dan misschien doen we nou wel zo de groente zijn. Daar is de bebel aan de leiding voor de Nederlander. En Jimmy Stijl 2. En Jochtel, de derde plaats nu. Drie mannen van Nederland op de drie eerste plaats. Daar is de bebel. Gaan we eerst gaan. Daar is de Bever, de winnaar. Tweede plaats voor wie en voor Jimmy Stein. Goed op. C'est parti pour la première manche avec notamment Villemot bien sûr sur la piste. Oh là là, la première chute de la journée dans la première série. C'est Yop Delors qui a pris la tête des opérations. Nico 12 est en troisième position alors que Ludovic Laurent pour la France et Tom Lynch maintenant en seconde position. Ludovic Laurent a pris la tête des opérations. Tom Lynch maintenant, l'anglais Tom Lynch. First position for the England man Tom Lynch. Second place pour Yop Delors. And third place now for Nico 12 for Pierre Lange.
Le Filmo 4e et Ludovic Laurent en 5e position. Victoire de Tom Lynch devant seconde position. Ok, c'est reparti encore maintenant pour une deuxième série avec Taz de Bébé qui est sorti de la grille comme une bombe. Alors que Rodrigue Néry occupe lui la deuxième position qui est Fabrice Vettoretti. Occupe la quatrième place pour l'instant. Il y a également la bataille de Nomil. England, third position. And maybe the third position for Barry. And we first, Taz de Bébé. Premier Taz de Bébé, deuxième Rodrigue Néry, troisième. Darren O'Neill, et puis voyons voir avec Fabrice Vettoretti la quatrième position maintenant, la dernière ligne droite. Taz de Bébé toujours en tête. Taz de Bébé, premier et deuxième. Ok, Wassela, Godilier, Strombeck, Van Wolkenhove, Alphonse Calvinoni, Van Eekwijk et Neil Wood. Neil Wood sur la piste, et c'est Calvinoni qui a pris un départ dans Ferry qui se rend deuxième du premier virage. Alors que le peloton derrière chasse très fort, il y a Neil Wood deuxième. Et alors il y a Nicky Godilier également qui fait une course d'enfer dans cette première manche puisqu'il occupe la troisième place maintenant. Calvi toujours en tête, Neil Wood deuxième, Nicky Godilier en troisième position maintenant alors que le peloton s'étire de plus en plus à l'arrière. Strombeck en quatrième position. La dernière ligne droite, toujours Calvi en tête devant Neil Wood, troisième Nicky Godilier. Le King of the Polly Park, King of Dawn of Polly Park, Todd Lyons. Mais il y a Christophe Lévesque aussi qui est là, qui sort en première position là-bas du virage. Todd Lyons, USA, second place. Et puis la troisième place, on voit que ça s'étire de plus en plus avec Cliff Cousins, Martin Stedman, Ian Meyer, Williams. Il y a également Conrad Pressen, Edwin Nika Jamata. Là, c'est de la course toujours pour Christophe Lévesque. Todd Lyons, second position. Et Denis aussi, la Denis, il a dû avoir des problèmes. Let's go, come on, avec Wilco van Groenendaal. Wilco van Groenendaal en première position, je pense, au premier virage, en moins que Minotti ne fasse tête. Eh bien, c'est l'Angleterre, je dis bien, en première position, Jimmy Sapp. Jimmy Sapp, the former England, first position, second place pour Wilco van Groenendaal, et third position pour Eric Minotti, France. Première place, Jimmy Sapp, deuxième, Wilco van Groenendaal, troisième, Eric Minotti. Alors que je le considère de plus en plus en 200 mètres de course maintenant, Jimmy Sapp, toujours premier, deuxième, Wilco van Groenendaal, troisième, Eric Minotti, quand de la quatrième place. C'est bien, ne vous occupez pas. Reynolds Rennie, Wasserland, demande de l'expert Claude Bienvenu. Au bout de parcours, Daniel Strakic, Roger Witt, Emmerich Puller, Boris Witt, Adam Brunet, Thomas Coupa, Lorenzo Mendouzi et David Copper. Emmerich Puller, pour la France, se trouve là avec son numéro 1173. Le peloton s'étire de plus en plus là. Pour cette catégorie de 12 ans, expert. Championnat d'Europe ici de Padova. Les jeux seront faits ce soir. Et puis maintenant, à la ligne d'arrivée, à quelques mètres de la ligne d'arrivée, je m'appelle Scott pour l'instant en tête, c'est le numéro. Ryan Sweeney, Ryan Sweeney, avec sur la piste Sam Stobart, Rico Andrzejczyk, il y a Raphaël Lopez, Van Schendel-Antoine, Wesley Van Gastel, il y a Michael Polonski, Leif Pedersen, from Denmark, Alexander Stromberg, Austria. Voilà donc les noms des candidats qui se trouvent sur la piste pour la première manche de la série numéro 7. Le peloton s'est étiré de plus en plus maintenant. Et là, le leader semble avoir fait le trou, comme on dit dans le jardin cycliste, peut-être le numéro, si je ne me trompe, 4 là, ou numéro 102. Alors voilà, c'est Sam Stobart, from England. Oh, voilà! Wouhou! Paul Robinson from England. Bonjour, Paul Schaffer, Switzerland, Sébastien Raymond, France, Jérôme de Geurs, Nederlandse, Jürgen Bonner, Belgique, Max Allemann, Sweden, Kim Madsen, Denemarken, Aron Rutherke, Austria. Alors, le peloton s'est tiré de plus en plus après, malheureusement, une petite chute là-bas au départ. Et Jürgen Bonner perdu au pied de place. Avec quelques d'arrivée, c'est pas de. Ah, il y a Michael Bertrix pour la Suisse, Christian Lespierre, Thorsten Keller, Marco Jan, Jakob Smadsen, Jesper Stern, Peter Prinzer et Martin Murray from England. Le 13 ans sur la piste maintenant avec le numéro 427, si je ne me trompe là-bas, c'est-à-dire Jesper Stern, Sweden. Sweden, first position. Jesper Stern from Sweden, first position. Et puis maintenant, derrière, je pense qu'il y a également l'Angleterre, là-bas, représenté le Parlement des Confirmations avec Martin Moore. Martin Moore, en élite gagnante. Martin Moore.
En dan gaan we kijken naar race 20. En daar is op dit moment voor weg met Nederland aan de start. Met Koen van Kuringen. We gaan eens kijken wat dat ons kan brengen. Uit Slovenië, Alan Mursky. Uit Austria, Alexander Waiter. Uit Italië, Luca Tordillo. Uit Tsjechoslowakije, Fotjak Plotka. En dan gaan we eerst eens kijken wie daar op dit moment aan de leiding weet te gaan. Het is daar een prachtig gezicht op dit moment. Wie daar koppositie weet in te nemen. Met Luca Tordillo. Luca Tordillo die is daarbij uit Italië. Aan de eerste plaats. Aan de first place van Italië. En op de tweede plaats van de. Ja, en dan komen ze weer af van die 10 meter lijn. En dan klappen ze daar binnen. En dan duiken ze daar op die dikke bult. Die dubbelen daar op dat lange rechte stuk. En dan gaan we eens kijken daar in die kombocht. Wat we daar op dit moment kunnen vinden. Wie gaat aan de leiding? Het is een man die daar zal proberen toch die leiding weten te behouden. Tot aan die finishlijn. Want dat is zijn karakter. Dat kan hij invullen op dit moment. De man uit Nederland zit daarbij. Jean-Paul François. Oostenrijk Thomas Rusbeker. Uit Italië. Angelo Andrea. En het Latvia is daarbij. Janus Karklins. En het Frankrijk is dat weer al. Maar we gaan eerst eens kijken daar op die tabel. Top het laatste rechte stuk. Richting die finishlijn. En daar is deze race ook weer van start gegaan. En dan gaan we eens afwachten wat onze vriend van Kruistum hier vandaag gaan doen. En dan gaan we kijken naar Mark Voetwa, Christophe Dedak, Wilco van Kruistum, Luca Petricini, Jozef Lanaar, Ivas Berneres, Laurent Kusipi en Nicolas Bilout, de man uit Frankrijk. En dit is het geweld wat op dit moment weg is. En dan gaan we daar eens kijken op die dubbele. Het is toch een heel mooi gezicht daar voor die tribune langs. Hoe die ballen daar ook in positie dubbele even te nemen. Daar die laatste kombocht uitkomen in richting de tabel. Is het aan de leiding op dit moment de man die hier richting de finishlijn gaat komen uit Tsjechoslowakije, Jozef Lanaar. Ja, een heel stil startgeweld hier bij die 14-jarige. En dan gaan we eens kijken naar Jan Buskers onder andere. Die hier als Nederlander in deze groep zich gaat vertegenwoordigen. Met Philip Tivelle, Thomas Krobene, Vincenzo Natala, Ollekeije, Christopher Poepric, Peter Joch en Peter Kap. Dit zijn de mannen die dan de diensttijd maken bij die 14-jarige experts. Experts voor die years old. En dan gaan we kijken daar langs de groep uitkomen. Wie waar die lijn in de positie weet te pakken. Dat zullen we over enkele seconden. Weken. Want dat is de man uit Frankrijk vandaan. Hij heeft een uitlooppoging gedaan. Philippe. Ja, daar zijn ze weg, die 14-jarige weer. En dan gaan we daar eens kijken aan de buitenkant. Van de Mark Jensen. Ken Jensen van het GT-team. Die pakt daar als eerste de kombocht op dit moment. En dan gaan we eens afwachten of hij dat tot aan die finishlijn weet te bouwen. Hij dakt daar in de binnentrein als eerste die kombocht op. Hij is van Nicolas Crevet. Nicolas Crevet van France. On the first place. On the... Aan eerste stellen, daar komt hij. En dan gaan we kijken of die man uit Frankrijk, Nicolas Crevet, daar op dit moment de leiding weet houden. Daar komt hij om de tabletop. En richting finishlijn is het Nicolas Crevet uit Frans. Hij pakt daar de eerste plaats. Ouais, c'est l'aide pour la série 45 de 21 jaar oud, de 15 ans toujours sur la piste maintenant. Il y a Jean-Christophe Tricard, Olivier Renard pour la France. Également, et c'est Jean-Christophe Tricard qui a pris la tête des opérations. Et puis, alors derrière le peloton s'étire un peu, je pense particulièrement en deuxième position à la Hollande avec Koen van Walkenhoek. Koen van Walkenhoek, peut Nederland op de tweede plaats. Mais pour l'instant, c'est toujours Jean-Christophe Tricard qui mène la danse. Et puis maintenant, voyons voir qui dépend la troisième et quatrième position car le peloton. C'est de plus en plus tiré maintenant. Donc Christophe Tricard va rembourser la victoire. Et puis troisième place maintenant pour le 195. Et le vainqueur, alors il porte le numéro 364, il s'agit pour la Lituania. Lituania. Rhinos, Sweeney, watch the light. Avec la série 59, de Monto 5-9. De Rijks 59 op het parcours. De 16 jaar expert. Lubov Lennart, Martin Poulsen, Sacha Bruninski, Oliver Segmond, Maurice Teniglo, Stéphane Martadier et Jesse Ruzic pour la Lituania. Alors quel est le pilote qui va sortir en tête de la main? Il a déjà fait la différence, les autres ont déjà 10 mètres d'avance. Et on arrive aujourd'hui à l'arrivée. Et il va porter le numéro. Oh là là! Et pas de chance, le 11-36, Stéphane Martadier pour la France.
de Berry van Kruiken, de Nieuwe Neuzen, Stoffer, Christopher, Frédéric Duveillé pour la France, Gerke Felincher, Robert Stasny pour la Tchèque. Ja, daar zijn ze weg, die 18 plus rijders met daar een woonvallen. Rover die gaat proberen om Berry veilig te stellen voor de Nederland. Oei, daar even het voetje erbij. En dan gaan we afwachten of Rover daar op de tweede plaats toch nog goed mee te trekken. Daar komt hij alweer en dan gaan we kijken naar de rest van het veld. Daar zit onder andere bij Patrick Schuster. Patrick Schuster, de man uit Oostenrijk. En dan gaan we eens afwachten wat er allemaal gaat gebeuren daar met de rest van het veld. En dan gaan we daar die lange diepe kort in kijken wat daar gaat gebeuren. Oeh, daar gaat de kort van onderuit. En het is Rover die daar direct die compositie weet over te nemen. Roy van Leeuw daar aan de leiding, helemaal alleen. Oké, okay, oeh, daar is een misstap, een man die daar onderuit gaat, maar we gaan ons concentreren daar op de race. De race is van start gegaan met de man uit Zwitserland, Roland Sommer. En dan gaan we eerst eens kijken wie daar op dit moment de leiding mee kan nemen. Jawel, het is uit Nederland, Imco Mike Gerrits. Nee, Imco Mike Gerrits nu naar de tweede plaats verwezen. Maar we gaan eerst kijken daar op die dubbele, wat daar gaat gebeuren. Daar wordt gesprongen, daar wordt gemeten met elkaar hoe ze die positie voor kunnen nemen. En dan gaan we alweer afwachten wat daar in die laatste bocht gaat gebeuren. Daar komen ze en dan gaan we daar begroet op de eerste plaats. En ook deze mannen die gaan er tegenaan. Ze gaan vanaf die 10 meter lijn met daar een hele goede start voor Frédéric Lecal. Frédéric Lecal, de man uit Frankrijk vandaan, die pakt daar als eerste. De Koenboek gaat daar nog een speer vandoor. En daar gaan ze allemaal onderuit. En daar kan Urian Kest, die kan eromheen. Urian Kest, die kan opsteven en naar die derde plek. Kom op jongen, probeer het maar. Want ze proberen het allemaal hier vandaag. En Oost is Zwartspijker op bed. En Oost-Frans is daarbij. Frédéric Lecal. Frédéric Lecal, die daar helemaal weggegaan is van het veld vandaag. Eens kijken hier het laatste rechterstuk. Richting Fiederswijn op de eerste plaats. Okay, just one more mention of Euro King of Dirt later on today. Two riders per country, still some returns to come, there may still be interest. So could the chef de keep go to race control with the names of his two riders to see Paddy Dooley? Well, that's me actually, Bobby, back down there. Good, see you later. Okay, dan gaan we weer kijken naar de volgende mannen die daar op dit moment een strijd aan binnen met elkaar. En de man die daar aan de leiding mee te gaan uit Frankrijk vandaan is Yannick Tivolle. Yannick Tivolle daar uit Frankrijk, daar op de eerste plaats zit. Ja, ook dit geweld is weer weg met een hele goede start daar op dit moment voor Christian Jager. Maar aan de binnenkant gaat als een speer weg, Oost is zwart. Jannek Roep tellen. Hij pakt daar op dit moment een hele goede positie in. Marcel Poel komt op de derde plaats daar. Hij komt op dit moment met een blessure, maar hij heeft toch gezegd ik ga hier van start vandaag. En daar zit hij op de derde stek, daar op de dubbele. En dan gaan we eerst eens afwachten naar de man aan de leiding of daar die de positie kan behouden. Daar is hij lang uit die seconde. En daar komen ze richting die finishlijn. En daar gaan we de mannen hier op zo trekken. Daar klappen ze weer. Vanaf die 10 meter lijn was een hele goede start daar van Alberto Diezus. Alberto Diezus die aan de buitenkant heel goed mee te trekken. Pakt daar de derde positie op dit moment. Kan op dit moment lekker meedraaien. En dan gaan we kijken naar de man daar aan de leiding. Hij pakt daar de leider de positie. En het is de man die dat gaat proberen. Het is een GT-man. Hij pakt daar inderdaad de leiding. En hij gaat proberen om dat niet eraf te staan. En de man uit Italië. Alberto Ja, we zijn zo, daar gaat de man over de kop heen. Het is jammer, dat is onze vriend Oost, de Zwitser, Pascal Mappé. En het is Steven Huisman, de man uit Nederland vandaan. Die was al van speer naar weg. Duikt daar als eerste die kombocht op, daar in het middenterrein. Pakt hij die diepe kombocht en richting de dubbele zal hij gaan proberen om zijn koppositie waar te maken. Maar er zitten natuurlijk altijd mannen op de deur. Maar voorlopig is het nog steeds Steven Huisman daar aan de lijn. En dat is Stefan Huisman van de Nederland. En dan gaan we kijken of Stefan die eerste plaats vast kan houden. Maar de aanval komt daar buiten door. Want dat proberen ze allemaal met elkaar. En ook dit geweld is weg. En Peter Thijssen daar aan de binnenkant heeft een hele goede start. Ook de man uit Zwitserland, dat is de Zwitser, maar het muurbad. Maar we gaan eerst eens kijken wat daar gaat gebeuren met de man uit Duitsland. Aan de eerste stellen, Stefan Lehmann uit Germany van het McDonald's team. En dan gaat hij daar aan de leiding op de first place om eerst te stellen. Richting de dubbele en kijk eens wat een techniek, wat een voorsprong deze man genomen heeft. Uit Duitsland. Oost Germany, Stefan Lehmann. Stefan Lehmann daar alleen aan de leiding en hij gaat proberen hier op de table te zijn plaats veilig te stellen. En dan gaan we eens kijken naar de volgende man daar op de tweede plaats. En ook hij is daar uit Frankrijk. Swandel met ZRS, le moto numéro 5, 12e manche qualificative pour cette catégorie, bien sûr. Alors sur la piste, Tania Tracnik, Roger Wyss, Emeric Puller, Boris Rich, Adam Boudet, Thomas Krupa, Lorenzo Amaducci, Italia et David Topper, Austria.
la prima posizione per Lorenzo Amatucci Italia. Lorenzo Italia la prima posizione. Et la deuxième place pour le 602. Riders ready, watch the light, Moto 7, la série numéro 7, Rex numéro 7, de 12 jaar expert, de 12 ans expert, de 11 expert. Franz Thomas, Rico Rindeknecht, Raphaël Lopez, Twan van Schendel, Wesley van Gastel, Michael Polanski, Lees Petersen, Alexander Gruber. Et quel est le pilote qui va remporter la victoire ici? Je pense notamment au pilote qui porte le numéro 102. Série numéro 10. Oula. Série numéro 17 là-bas. Ivan Camara. Ivan Camara, Italia. Première position, donc c'est l'Italie avec Ivan Camara de l'Italie qui a pris la première place. Il y a également Stéphane Bachmann, Andreas Buller, Stephen Babel, Tommy Lucenot, Thomas Alberto, Thierry, Luc Thierry et Franck Schuller. De Reich 20, la série 20 maintenant sur la piste. Alain Moucha, Alexander Walter, Koen van Kuringen, Luca Tardioli, Wojciech Blaska, Luca Barta, Stéphane Ledoin et Chris End. Alors quel est le pilote de la salle évidemment de plus en plus vite que nous voilà maintenant avec les experts de 13 ans sur la piste. De quel pilote est un avion de parcours. En deuxième moyen, pas moyen, mais en deuxième parcours. And then... Eerste plaats voor wie? Alan Boeren van Engeland, voorsprong zich voor Slovenië. La Serie 21, de Rijks 21. De Rijks 21, 13 jaar expert altijd, 13 ans expert toujours. Thomas Buschinger, Marcus Sedlak, Jean-Paul François, Andrea Axial, Robert Kuska, Janis Kingling, Christophe Mevel et Paul Wellings. Thank you. Slovenia. Hop, de Reich nummer 22 nu, la série numéro 22 maintenant avec Marc Boudreau, Christophe Terdak, Wilco van Kreusen, Luca Petricini, Joseph Lana, Rivard Barreni, Florent Cuisipin, Nicolas Bilot. Voilà les noms qui se trouvent sur la piste là, dont Français représenté avec Laurent Duquetin et Nicolas Bilot pour la série numéro 22. The Moto 22 of France. La série maintenant 22 sur la piste avec Marc Baudreau. Je vous ai déjà cité le nom. On était revenu à la série 18 juste avant. Laurent Buisepin et Nicolas Bilot pour la France se trouvent sur la piste. Alors, les lignes droites d'arrivée maintenant pour la série numéro 22, toujours les experts nous présentent. Quel est le pilote qui va remporter la victoire avec le numéro 585? C'est Jean. Série 28 maintenant, toujours les filles des 14 ans avec Tania Pussman, Edwin Reccia, Menta Van Peel, Menta Van Peel, Pauline Molonard, Anne-Caroline Chausson et Céline Barthes. Et c'est Anne-Caroline Chausson du team Triomphe Sportwear. Du team Triomphe Sportwear, Anne-Caroline Chausson qui a pris la première position pour la France. Il y a également Cyril Barthes de la France, mais Anne-Caroline Chausson en fait la différence puisqu'elle occupe. Et moi j'en vois une championne d'Europe, hein, je peux vous le dire, Anne-Caroline Chausson, je la sens bien. Voilà, on se dit, what's the like, maintenant les 14 ans experts, c'est parti très fort, et notamment avec qui là-bas, je pense, de la France notamment. C'est Philippe Tival, du vol, mon gars. Ah, je me souviens d'avoir découvert lorsqu'il était junior, Philippe Tival, lors de la Coupe de France junior. Red Marseille.
Et on peut être concentré. Troisièmement, Thomas Robert, Jérôme Luche, Jérôme Solinata, Léon Lefeu, Christophe Pibouch, Pedro Jacques et Pedro Jacques, la petite équipe qui veulent renvoyer cette deuxième marche qualificative. Ja, en deze mannen zijn weg en het is een hele goede start daar geworden van Koen van Valkenhof. Koen van Valkenhof die heel veel goed weg had, maar dat geldt ook voor Olivier Renaert en Jedenek Plikaar. Dit zijn de mannen die gaan proberen die plaats op zich, voor zich op te eisen. En de man die aan de leiding weet te gaan op dit moment, Jannik Plikaar en Olivier Renaert. De mannen uit Frankrijk met dat Engeland, van Engeland, Ben Beersley. En dan gaan we kijken naar de mannen van Hongarije, naar Timas Prozinski. Naar Nederland vandaan, Koen van Valkenhof die daar op dit moment op die tweede plaats weet mee te gaan. Maar de leidende man on the first place aan eerst te stellen van France, Jannik Plikaar. En dan gaan we alweer over naar de volgende race, race 51. En daar aan de binnenkant is heel goed weg als Germany, Riley Keres. En Riley Keres en de man uit Italië. Die zit er ook heel goed bij Manuel Rinaldo. Mariano Alves pakt daar de eerste plaats. De man from Italy en dan op de tweede plaats. Daar komen ze heel goed door als Germany, als Duitsland. Reinier Kedas en als de Zwijt is daarbij, Sofian Kroos hier en als Austria hadden we hier Marcus Hoven. Dit zijn de mannen die op dit moment bij de dienst uitmaken. En daar komt hij richting Fineslijn, daar op de tweede top is het de man uit Italië, Vermeteri on the first. De 16-jarigen die zijn inmiddels een spijt geworden met daar een hele goede start van de Frederik Duayet. Frederik Duayet die komt daar naar binnen, pakt daar op de tweede. Oh là là! Et qu'est-ce qui s'est passé pour notre ami Jörg Verlaine? Oh, et maintenant, il est resté dans la grille, Roy, il finit de starte plankje blijven. Come on, Roy, contre Anton Strahan. Et puis à la suite, là-bas, il y a Juliquet, l'Open Pinois. Attention, c'est Laurent Pékinois. Pour la Suisse, Ipsober, Tilmer, Patrick Schuster, Austria, Roy van der Nederland, Frank Martin, Germany, et Jeremy Marek. Et qui va prendre la tête maintenant? Est-ce que Roy est revenu? Où est-ce qu'il est revenu là-bas? Il a fait produire un effort extraordinaire malgré tout. Et la victoire ici, c'est le 660. Ah, come on, boys, come on! Et il y a un ordre! Sure, Martin Kukkeus misschien. Oeh, daar mag een bal passen. Le chute extraordinaire entre Lambos Vento. En puis maintenant, il y a le poteau qui se tire, il se tire, il se tire. En dan zal het difficile, vous étiez le nôtre. Allora, ultimo 6 manche per questa tornata, dopo di che avremo un attimo di sospensione, quindi tutti i rider tranquilli, già che faccio ma fatto via, a quel punto lì si sospende un attimo per poter tagliare e dare col piede manutenzione alla pista, quindi dopo la 86esima batteria ci fermiamo un attimo per evacuare. Tosta Zeit, Harry! Ja, dames en heren, mededeling voor alle rijders. Na de tweede mars dan zullen we... Maar hoe kan het sortir en favori, bien sûr, dans ce groupe avec en l'occurrence Yannick Etivol, mais Yannick Senior Roy qui a fait un départ extraordinaire. C'est malgré tout, je pense, Yannick Etivol qui va pouvoir. Ah non, non, il n'occupe que la deuxième position, car maintenant, un maillot blanc a pris la tête des opérations. Je pense qu'il nous provient d'Angleterre. Je demande une confirmation sur la piste. Patrick Gentilson pour la Suisse, Stéphane Hasselbaum, Johan Janssen, Jürgen Yes, come on boys, voor de rijstummer 82, la série 82 maintenant, de moto 80 tour, voor de 18e, les 18 ans et plus, Assignan en ordre. Oui, zo snel spreekt daar met een witte grenade, een tenue blanche là-bas qui a pris la tête des opérations, en tout cas Christian Jaguer, Jean-Luc Affler, Marc Bonkamp, Marcel Bonkamp, Daniel Herz, Sébastien Serre, et c'est Sébastien Serre, je vois, qui a pris la tête des opérations, c'est Jean-Luc Affler, le 8e du Grand Tour 1991 de l'année dernière. Ok, come on boys. Oulala, c'est parti très vite et même de plus en plus vite avec la piste Patrick Kraft, Eric van de Schickenbosch, Chris Bordenaire, Paul, Martin Kosilek, Jan Bonici, Mathias Van Aert, Andy Tarle, Carlos Gonzalez. Est-ce que c'est Jan Bonici qui a pris la tête des opérations? Je me demande, oui, je pense que c'est Jan Bonici qui a pris la tête des opérations dans cette série numéro 83. La demande de confirmation.
De moto est fort, de moto est fort. La série 84, de Rijks 84. Stefan Krupp, Alberto Bighazes, Alberto Bighazes in Zweden. Op tafel voor Tolmus, Alberto Pienari, Renaldo Mitterhoog, Cyril Guiton, Frank Brix, Guido Schlemmans, Baston. En Frank Brix, Duitsland, Germany, France, Position van Frankrijk, City Team Europa. City Team Europa, Frank Brix, France Position. En de second position now for me. Just a little moment, please. With the plat number 11.25. Oh, rien, la quitte Marne, c'est parti. La deuxième manche qualif avec les ours. Olivier Prosper qui est bien sorti de la grille de départ. Maintenant, c'est un MCS là-bas. Il peut aller faire rien d'en faire. Déporté légèrement. Nous nous conservons la première position avec son numéro 2. Et ouais, il prend la première position. Et tout de suite après, environ 150 mètres de course, va-t-il résister à la pression qu'il a derrière lui? Ça repose le talon vraiment très. Alors, Olivier Prosper vient se conserver la première place. Ah, mon cœur bat pour lui. Après ce qui lui est arrivé à nos gens. Ah, il a craqué le Prosper, bien dommage. En tout cas, là, il tente de se rattraper. Et Olivier Prosper va remporter cette deuxième manche qualificative. Yes, let's go. The last race for the second moto. The last race for the tour de manche. La dernière série de cette deuxième manche. Alors, c'est parti toujours avec les 18 ans et plus maintenant. Un peu de temps, c'est redoublé avec un excellent pilote là-bas qui a pris le commandement. Federico Panazzoli, peut-être l'Italia. Vous trouvez également sur la piste là-bas. Ah, je crois que c'est un Germain là-bas en l'occurrence avec Stefan Lechmann. Stefan Lechmann, pour Germany, Paris Position. Un second place, non, oui, pour ce little moment. Alors le numéro 6 là-bas, c'est le 51, je crois, en deuxième position, le numéro 103 plutôt. Oui, 103. Texpers, 12 jaar zo, Texpers van 12 jaar oud. En die gaan op dit moment de dienst uitmaken met daar een hele goede stap voor de man van Italië, Renzo Amatocchi. En die gaat daar op dit moment aan de leiding. Ja, met z'n achter komen ze daar naar beneden. Dat er vanaf die 10 meter lijn. En het is daar een hele goede stad geworden daar aan de binnenkant. Voor de man uit België, Geoffrey Papalo. En we gaan eens afwachten of de mannen daar allemaal hun plaatsjes weg kunnen halen. En dat is jammer eerst erbij, Luca Quarantio. Luca. En ook deze mannen zijn weer weg met daar aan de buitenkant van 12 waarschijnlijk een redelijk goede stap. Allemaal die wat daar buiten gedrongen daar te dubbelen. Moet dan even wat ruimte maken voor de rest van de mannen. Maar we gaan naar kijken naar Sam Stroop uit van Engeland. En we gaan kijken naar de man op dit moment aan de leiding. Hij gaat proberen een koppositie weg te behalen. En dat gaan ze natuurlijk met z'n allen proberen. Want ook met die van Gastel, de man uit België zit erbij. Lasse Peters en Sam Denmark en Tom Engeland is het Sam Stroop uit en de Zwitser Rico Anderkrecht. Maar de man die op dit moment daar aan de leiding geweten gaan. Op dit moment als eerste daar op de tegen tot de land. Dat is dan de man die daar die leidende positie weet te nemen. Ze knallen er ook vandoor met een hele goede start daar van Jeroen de Geus, de man uit Nederland vandaan. Weet daar ook zich voor in mede te dringen in die poppositie. Pakt daar gelijk die eerste plaats over. En duikt daar in het middenkombocht, daar in het middenterrein achter het park mee. Als eerste gaat hij er vandoor richting de dubbeloon. De first place van Holland, Jeroen de Geus. Jeroen de Geus pakt daar gedoosje door de leiding. Helemaal in zijn hoekje daar achterin, hoe lang het niet bekomt. En de Lillekader, Jeroen de Geus van Holland. En op de tweede plaats krijgen we daar dan mee op dit moment. En dan gaan we eens naar kijken of hij nog een extra plaatstootje uit kan delen. En dat is dan als Austria. Alle twee. Race 20 is van start gegaan met daar onder andere bij de man die de Nederlandse kleuren gaat vertegenwoordigen. En dat is dan onder andere Koen van Kuringen. Hij zit er ook weer bij. En uit Tsjechoslowakije hebben we daar aan de start dan op dit moment. Wojciech Kloksa en de andere man Lucas Barta die allemaal proberen de plaatsen veilig te stellen van Engeland, Chris Hayes en Kom Austria, Aus Austria, Alexander Weter. Maar de man die aan de leiding daar weet te gaan, daar komt die Chris Hayes van Engeland, on the first place, on the second place, that's the... En op deze race die is inmiddels alweer van start gegaan bij met dan onder andere bij Wilco van Kruistum. En ook deze mannen gaan proberen om die plaatsen veilig te stellen. Met een goede start uit Tsjechoslowakije, Jozef Lanaert. Maar de man die daar aan de leiding weet te gaan uit Italië, from Italy on the first place, Luca Petricini. Luca Petricini from Italy on the first place. In de kombocht daar achter de reclame worden door. Komt hij die kleine dubbelet gedoken en duikt die kleine kombocht in. En het is nog steeds op de tabletop from Italy. Luca Petricini. Luca.
En het was hier aan de binnenkant een hele goede start voor de dame uit Frankrijk, voor Anne Schissel en natuurlijk ook uit Frankrijk, Celine Bak. En dit zijn dan de dames die gaan proberen om die plaatsen veilig te stellen. Net met even Meta Verstellen, Pauline Molenaar. En wie er ook bij zit, daar is Austria, Tanja Poeseman. We gaan kijken, daar op dit moment naar de leidende dame. En dat is Tanja Poeseman uit Austria. En we gaan kijken daar op de tabletop wat we doen. De dame uit Oostenrijk vandaan is die daar de lijn de positie weet in te nemen. Nee, het is de dame uit Frans, Anne Chauchon. Anne Chauchon hier aan de lijn en op de tweede plaats aan de second. En dan de man uit Frankrijk, kijk hem snel weg zijn. Hij was een speer vanaf die 10 meter lijn. Philippe Tivelle. Philippe Tivelle. Wat daar de koppel? Is daar een partij? Daar wordt een fiets mee gereden. Dan gaan we kijken naar die tweede plaats van Holland. Jan Buskens is daarbij. Nee, op de derde plaats. Jan op de derde plaats in Nederland. Pak daar de derde plaats in. En dan gaan we eens kijken naar de andere mannen van Denmark. Ole Stij, Christopher Kutus. Peter Joch, Peter Kamp uit Tsjechoslowakije en uit Slovenië. En de man komt Zweden. Christopher die zal ook zeker proberen om nog weer wat bij te trekken. Maar de leidende positie is voor Philip Tivelle. Philip Tivelle die pakt hier de eerste. En dan gaan we kijken naar de volgende mannen. En dan gaan we kijken wat we daar kunnen beleven op dit moment uit Frankrijk. Nicolas Crevet. Nicolas Crevet uit Frankrijk. Daar in pole position op de eerste plaats is die daar gekomen. En we gaan afwachten of hij die eerste plaats weet te bemachten. Want er komt er niet in de wereld. En dan gaan we kijken wat daar gaat gebeuren. Ja, daar is hij naar de tweede plaats geweest. De man uit Frankrijk, Nicolas Crevet. En dan gaan we eens voeren. We gaan eens kijken wie daar die eerste positie weet over te nemen. Is het Davy Vergemert? Nee, het is Davy Vergemert niet. We gaan kijken naar die andere man die het dan wel kan zijn. Het is de man als Austriaanist. Yes, let's go, come on. Oh, ho, ho. Wat je broer, wat is dit er in mee? Allora, non mi fa se chi si è promosso il mio compagno, tu gli hai giusto tu, se già messi la spazio più loin. Allez, vas-y, vas-y. Alors attention maintenant, c'est Jean-Christophe Tricard qui a pris la tête des opérations dans la série 45, les 15 ans experts. 15 ans experts sur la piste, Jean-Christophe Tricard qui mène la danse. Et puis là-bas, il y a des têtes de Jean-Christophe Tricard, il y a également Olivier Renard. Olivier Renard, il faut y aller jusqu'au bout maintenant. Alors attention, Jean-Christophe Tricard maintenant va remporter cette troisième manche de notre deuxième position. Notre. Yeah, let's go, de moto 5-1, la série 51 maintenant. Oh là, c'est l'Italie qui est parti fort. L'Italie, je pense, est parti très fort. Il faudrait confirmer ça, Manuel Rinaldo. Manuel Rinaldo, Italie, en première position. Ouais, Manuel Rinaldo, première position. Et puis encore, Sylvie Claudio, Marc Schumer, Renard Kemble, José Santos, Kinda Ovis Larchensen. Ok, let's go, de moto 51, la série 58, Rex 58, Lucas Kepnoff, Max Christensen, Ulstrom, Sébastien Arthus, Halloween Mars, Nicolas Bosse, Benke, Jérémy Kirier et Gilberto Marton. Alors, difficile de vous dire maintenant qui occupe la première position. En tout cas, le peuple est largement retiré maintenant. Il reste encore environ 60-70 mètres autour. Et c'est une taupe blanche et bleue. Et qui occupe la première position, je vous dis tout de suite, il s'agit entre autres de Nicolas Benke. Nicolas Benke qui va peut-être remporter nos. Let's go, de Montoretin. De Montoretin. Toujours les 18 ans et plus, la série 80 de l'Axtag de Kerrigan. Michael Mann, de 2015, un peu, il y aura un signeur, Frédéric Lecal, Oriane Craig, Kerstin et Michael Pick. Michael Legal, Frédéric Legal, sorry, Frédéric Legal en première position dans cette troisième marche qualificative de la série numéro 80. Et puis pour les visiteurs et plus toujours sur la piste, alors regardez-moi ça, le vainqueur du Picrosso 1981, un peu fort, il va terminer en pole position. We gaan over hier naar die 18-plus. Het is daar aan de buitenkant een hele goede stad geworden uit Frankrijk vandaan. Van Yannick de Volle. Yannick de Volle pakt daar op dit moment als pole position op de eerste plaats on the first place. We gaan kijken naar de man uit Frankrijk daar, die lange diepe kombocht achter het Parc Vermeen door. En het is nog steeds de man uit Frankrijk die daar de leiding weet te nemen. Het is op dit moment dat die daar weer bij zit. Gewoon verschonen willen de man uit Nederland. Die daar in Germany van de kant aan de leiding nog steeds. Daar komt hij op de tabletop richting die finishlijn. Ja,
Ja, daar zijn ze weer weg. Het is daar aan de binnenkant een hele goede stad geworden. Voor de man uit Frankrijk, voor Sebastian Ver. Van France, en dat is Marcel Polkamp, die daar op de derde positie weet mee te gaan. Pakt nu die derde plaats over, tweede plaats over. En dan gaan we eens kijken daar aan de binnenkant, want de man uit Germany, Jochem Beren, pakt daar automatisch die tweede plaats. En daar klappen ze weer vanaf die 10 meter lijn naar beneden met daarbij de man uit Noorwegen, Thor aan het Uptal. Hij pakt daar de leiding, on the first place, on the second place. Ja, en ook deze mannen zijn weer van start gegaan. Het was daar een bliksemstad op dit moment. En daar is Frank Brix van het GT-team. Frank Brix daar aan de leiding. En we gaan kijken of die Frank Brix dat kan behouden. Daar in dezezelfde race. Want hij krijgt geduchte concurrentie te verwachten. Ze zitten allemaal te loeren. Ze zitten allemaal op het vinkentouw. Met daarbij uit Frankrijk Gilles Couteau. En uit Italia Alberto Ferrini. En dan gaan we eens afwachten of die Frank Brix daar de leiding positie kan bemachtigen. Kan behouden. Dat zal ongelukkig op dit moment daar op de tabletop richting de finishlijn. En dan is het op de tweede plaats de man uit Frankrijk aan Zwaai te stellen, Cyril Couton. En op de derde plaats aan Drit te stellen, on the third place van Italy, Alberto. Ja, daar zijn ze weg. En dan gaan we kijken naar Stefan Huisman. Stefan Huisman als een speerde van door daar op te dubbelen. Aan de binnenkant is het de man uit Frankrijk die daar heel goed mee weet te trekken. Olivier Prosper. Olivier Prosper op de tweede plaats. On the second place. On the first place from Holland, from the Netherlands. Stefan Huisman. Stefan Huisman pakt daar koppositie. En op de tweede plaats gaat daar op dit moment mee de man uit Frankrijk. Olivier Prosper. En dan de derde positie die gaat daar op dit moment ingenomen worden. Door Andreas Hopkin. Jawel, Andreas Hopkin aan dit te stellen. Maar de eerste plaats is opgeëist hier voor de man uit Nederland. En het is daar een bliksemstad geworden voor de man uit Duitsland. Gedaan van Stefan Lehmann van McDonald's team. En daar gaan we eens kijken aan de eerste stellen. Daar komt hij dan in de combat. En daar is diezelfde man uit Duitsland. Es folgen die Achtelfinale mit Hopper, Gröbner Alexander, Weinfurter, Sedlak und Dertag, Gröbner Thomas, Kogler, Meierhofer, Haslinger, Roll und Ken Mario. Ja, wat er allemaal gaat gebeuren aan de binnenkant was het daar een hele goede stad voor de man uit Zwitserland. En Tsjechoslowakije, kijk eens mannen, wat er gestreden worden. De mannen from Italy on the third place. En de eerste plaats wordt daar ingenomen. En dan moet je uit gaan kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Het is hier wel een hele mooie strijd daar op te dubbelen. Daar komen ze met veel kracht erover. Maar over die dubbelen en een kleine volgepij. En zo komen de eerste vier mannen al niet zo vieren los van de rest van het veld. En daar op de tabletop is het op dit moment de man aan de leiding. Daar komt hij richting finish. De man uit Frankrijk vandaan, Thierry Follerin. Hij pakt dat. Oké, okay, de volgende stap is weg en dan gaan we kijken naar een slechtere stap van Jeroentje de Goos. Maar Jeroen de Goos die zal straks proberen bij te trekken. Daar aan de binnenkant en daar knalt hij er helemaal doorheen. Daar komt hij op de derde plaats te zitten. Wat een kanje, wat een karakter deze man ook heeft. En dan gaan we eens kijken als Austria mee eens te stellen. Alexander Klopter. Alexander Klopter als Austria komt daar aan mee eens te stellen. En daar komt de man uit Nederland vandaan. Hij gaat proberen, hij gaat het doen. Hij probeert weer voor te zorgen. Van Schijnen op de derde plaats. Van Schijnen die gaat het proberen.
worden, maar we krijgen hier eerst naar voren op de eerste plaats op dit moment. Daar komt hij en dat is de man uit. Ja, daar denderen ze vanaf die 10 meter lijn, de 10 meter lijn. En we gaan kijken daar onder dobbel. We gaan kijken wat die dobbelen daar. En dan springt het hele geweld bij elkaar. Daar, die komt nog niet komen. En dan gaan we eens afwachten wie we daar zo direct kunnen begroeten als eerste. Het is de man uit Italië, dacht ik, maar dat weet ik niet. Het is niet de man uit Italië. Het is een hele andere man die daarbij zit. En we gaan eens kijken naar onze Nederlandse man. Dat Jean-Pierre François. Jean-Pierre François, die wil ook bij zich er tegenover. Dan gaan we eens kijken of hij dat terecht kan komen bij die eerste vier. Maar dat moeten we afwachten, dat kunnen we dus zien. Ongeveer twee van de man uit Austria aan eerst te stellen. Daar komt die Christophe Dodak. Christophe Dodak op de eerste plaats. En dan gaan we weer kijken naar de volgende race. De volgende race is inmiddels van start gegaan. Dit daar een vliegende start voor de man uit Frankrijk. Anthony Chien. En we gaan kijken naar de rest van het veld. Philip Tivolle. Philip Tivolle. Uit Austria komt daarbij Thomas Crochten. Maar we gaan eerst eens kijken naar die man daar aan de leiding mee te gaan. Om de first place aan eerst te stellen. Philip Tivolle uit Frankrijk. En dan gaan we kijken naar Sweden. Sweden. Christopher Kubis. En Anthony Chien komt van de Italia. Andrea Camiani. En de man daar op de tegeltop. Richting Fiederslijn gaat uit. Proberen die eerste plaats weg te halen. Er wordt heel veel gestreden. Daar zit ook bij het Tsjechoslowakije. Daar is Katjevic. En ja, daar klappen ze weg. Het is een hele goede start af van Florent Poussin. Florent Poussin van Frans. En dan gaan we eens kijken of hij daar die koppositie kan bewaren. En from Denmark on the second place, Ben Jensen. Ben Jensen daarbij. En het is op de eerste plaats of steeds de man van Frans on the third place. En daar is Nicolaas Trefret. En Jurgen Tochler, Luca Bastiaan. En natuurlijk ook Timo Trevier. Raymond van Arnhem. En Rens concentreren daar op de leidende positie. De man aan de leiding, Florent Poussin. Florent Poussin in koppositie op de tweede plaats is het op dit moment. Ja, hij is ook heel goed weg door, maar op de Nederlandse laan, Koenigje van Valkenhoek, die duikt daar lekker mee. En dan gaat hij op die tweede plaats over die dubbele. Maar het is weer een man uit Frankrijk die daar de koppositie weet in te nemen. En dan gaan we eens kijken daar in die kombocht, daar Sebastian Hoel. En ook daar de andere mannen die daarbij zitten. En dan gaan we kijken, we gaan loeren naar die kopmannen. Er is nog steeds Koen van Valkenhoek die daar in die tweede bocht, in die lange die de kombocht weet in te gaan. Op die tweede stuk, maar de man aan de leiding, maar de man moet er niet over willen, is Jean Tricard. Jean Tricard met de Koen van Valkenhoek. Allez, série 827 avec les 18 ans maintenant. Ça va encore aller de plus en plus vite avec Frédéric Lecal tente de dégager là-bas. Par l'intérieur, il s'est dégagé. C'est la France qui prend la tête avec Frédéric Lecal en première position. Stéphane Sauti, Imkoma Akerit, David Mikotin, Michael Bond pour la Suisse. Aaron Hanslinger, Frédéric Lecal et Orian Kerr. Toujours Frédéric Lecal en position. Bonne position pour Frédéric Lecal pour la France. Dans cette 8e et finale de la série 18 ans. Alors, game of the problem, le chute de la base est produite, Olivier Prosper, pas trop mal sorti, la grise est pas, c'est le coup d'acute, c'est le coup d'acute pour le premier virage. Olivier Prosper un peu enfermé là-bas, alors qu'il y a Germain qui se dégage, Andrea Topping s'est dégagé là-bas, je pense, Philippe Kroll, alors on regarde Olivier Prosper maintenant, 3, il est 3, il va se dégager, revenir peut-être, là il y a des jeunes de place, Olivier Prosper, dans le pays, dans le monde, et la Germanie de la course en tête, dans le chute de la Nach einem heißen Lauf bei der Europameisterschaft in Padua folgen nun die Viertelfinale mit folgenden Fahrern: Kupa David, Gröbner Alexander und Derda Christoph. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Die Finale sind affichées sous le grand chapiteau, la grande tente. Die Quartelfinale leise sind klar und die Affiche. Geringer Jürgen. Okay, come on, let's go boys for the quarter final for the 80-24 inch and super cruiser. Olivier Prosper va se dégager, il s'est bien dégagé Olivier Prosper là-bas, mais attention, elle est un peloton groupé, il faudra serrer les coudes, Fulkenburg. Et je vois Flanding Brook, Christophe Helmut. Et la première place, tweede plaats niveau Nederland, Erwin Enstad. Tweede plaats Erwin Enstad van Nederland, Olivier Prosper, troisième. Alors le premier qui est le premier. Eh bien, je vais vous le dire dans quelques instants, il apparaît à moi, le numéro 769 là-bas, Jochenburg. Cooper und Gröbner Alexander.
De rijders van 12 jaar oud, dan gaan we kijken naar het Zwitserland en naar Roger weer. De mannen gaan het allemaal proberen uit Engeland. Stuart, Sam Strobaard. De misstap daar voor de man die daar wat in de problemen kwam. En het is van Nederland, Jeroen Negens. En dan gaan we eerst eens kijken wie we daar straks op die eerste plaatsen kunnen begroeten. U weet het, de eerste vier gaan over naar de finale. De voorspoor, dan to the final voor de half-finals en we gaan kijken daar op de laatste rechter, daar op de tweede plek, allemaal zaak. Met z'n tweeën vlak naast elkaar. En de man daar aan de leiding op dit moment, dat is Austria. David Kopper aan de leiding. Op de tweede plaats krijgen we de Benauzitaan. Ja, dank. Ja, en daar klappen ze naar beneden vanaf die 10 meter lijn. Het is de man uit Frankrijk, Christophe Pebel, die heel goed weg was met Carmine Falco aan de leiding. Daar op de eerste plaats, de eerste komt nog uitkomen op de first post. De man uit Frankrijk, Carmine Falco. En we gaan kijken naar de rest van het veld. We gaan kijken naar Christophe Pebel, Michael Moritz uit Tsjechoslowakije en uit Zwitserland, Oosterswijk, Patrick Kurslik. En waarachter is dat wat daar gaat gebeuren. Maar het hoeft daar in de laatste komt nog op te gebeuren. Zo steeds de man uit Frankrijk vanuit. Carmine Falco hier onder first place en op de second place. Daar is Oosterswijk om zwaai te stellen. Patrick Kees, ik kan Britten stellen, komt daarop. Nou, die is het. Oh, la. Dorin O'Neill. En is dit nog niet de paar en met nog William Neal. Rodrik Derry. Met de Provata. En ze met Tony te doen. Die hebben ze met van de zetten met die Barda. Dan is ze met de politiek in van de victoire met die Wilde van Zaro. Alors c'est la troisième place, c'est Celtic qui le tient. Et la quatrième position, c'est maintenant Dorin O'Neill. Car Ravi Kennedy se retrouve là-bas à terre. En dan lopen ze vanaf die 10 meter en nu start van Mathis Steesma. Mathis Christophe Levesque die daar als eerste weg is. En dan gaan we kijken, we gaan loeren, we gaan kijken naar Mathis Steesma of die daarbij kan trekken. En het is Todd Lyons die daarbij zit, on the second place. Todd Lyons on the second place, on the first place. It's Christophe Levesque. Christophe Levesque op de eerste plaats, daar op de dubbel. En het is op de tweede plaats. Todd Lyons, dit is een show. Een show van Todd Lyons. En we gaan kijken naar de... Oeh, daar gaat er op een rotte ronde naar Tintu. Het is jammer. En we gaan kijken naar de man aan de lijn. Op dit moment, daar gaan we afwachten naar Wolfgang Maier. En het is Erik Pinocci, Wilco Groenendaal en Davy Staff van Engel. En dan gaan we eerst eens... Es folgen nun die Halbfinale mit Kopper David und Busemann Tanja. Ah, il y a Dylan Clinton parmi eux, il y a Léon Higgins bien sûr, et c'est Dylan Clinton qui est bien sorti de la crise de temps. Oh Léon Higgins, les amis pour le haut de l'Est Jump, Léon Higgins a fait ce feuillet pour une finale pour eux. Applaus d'obtenance pour eux, Léon Higgins, sur le camp de la ligne, retour à la tête de la course, maintenant d'un septembre, la troisième position maintenant pour le Simon Schmidt, un pays de tous, pays de tous, on peut faire de place, c'est la quête de France, second position pour pays de tous, and the fourth position for the number 7, Team Simon down the press. Definition. Ah, Marc Le Cossois, Vincent Allier, côte à côte. Marc Le Cossois, Vincent Allier, côte à côte. Il y a Yannick Rosset également. Yannick Rosset se trouve là également. C'est Yannick Rosset qui va sortir en tête devant Marc Le Cossois, deuxième position. Sur de la troisième place, c'est Kerr Arlegrave, dernière place. Vincent Allier maintenant est venu prendre la troisième place. Alors, retour à la tête de retour, toujours Yannick Rosset, Marc Le Cossois, deuxième. Alors, Vincent Allier en troisième position. Pour la finaliste peut-être, pour les Cruzeiros, les 17 ans, le tout à l'heure. Une quatrième place à Desilio. En daar zijn ze alweer weg en het is daar aan de buitenkant een hele goede start geworden voor de dame uit Italië, Lorenza Amatucci. En zij gaat proberen hier aan Nederland en hier aan Frankrijk in Italië, de Italiaanse dame daar aan de leiding op de first place from Italy. En daar gaan we eens naar kijken, naar Lorenza Amatucci from Italië. Lorenzo, aan de leiding op de first place, Lorenzo, op de first place, uit Italië. Oh, ja, daar komen ze. En we gaan kijken nu naar de eerste klasse, de dames uit.
auto's die aan moeten stellen. David Kopse. Oké, come on ladies, Tanja Plusman met van spelen, Melanie Hoeker, Katja Andersen, André Awari, afschieten de instruurende, afschieten de instruurende in het leer. En in de elle va faire un effort d'enfermation avec son numéro 4 ainsi que l'excuse. Elle est enfermée, elle occupe la 8ème position, elle va devoir fournir un effort extraordinaire pour revenir avec Tanja Plusman. Eerste plaats uit de Rouge. Tanja Plusman, de 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 Ah yeah, come on, boy, Ben Salier sorti comme une bête à la grille des bas. Il y a Norbert Kruger aussi, et Deron Clayton, Norbert Kruger, Ben Salier, voilà dans l'ordre. Norbert Kruger, et il y a Michael Kerstin qui fait l'intérieur d'enfer. Deron Clayton toujours en première position, Kruger en seconde position. Alors Ali en troisième position, et Michael Kerstin en quatrième position. Il va se battre à mettre au fond, au stade, fourth position. Deron Clayton, second place pour Kruger, third Germany, and third position from France. Et Ben Salier, and third. En een hele goede start daar voor hem kan Mike Gerrit Schmelhoek. Frederik wordt daar in de problemen. En het is hem kan Mike Gerrit staan op een hele goede tweede plaats. En we gaan eens kijken van Engeland naar Kaipoli. En we gaan luren naar de man die hier problemen had. En daar is Frank Brix. Frank Brix daar in op de second place. En op de eerste plaats is het de man van de Nederlands. Hij komt uit Nederland vandaan. In kan Mike Gerrit. Maar ze kunnen daar al een kleine betekenis zijn. Ja, en dan zijn ze weer, oei, daar zijn problemen voor de mannen. Daar is die prospect, oei, voor prospect, put your bike in. Oei, is die prospect, put your bike in, go. En we gaan kijken naar de man die daar aan de kruiderleiding weet te gaan. Het is Stefan Lehmann from Germany, on the second place op de tweede plaats, Stefan Huisman. De man uit Nederland vandaan, die gaat daar de tweede positie op dit moment innemen. En het is vooraan het dit al, kom maar. Ja, daar zijn ze weg en we gaan maar kijken naar de Jurgen Lauw. En we gaan kijken naar het hele geweld van Bas de Bever, Bas de Bever. Daar gaat hij aan de leiding. Hij duikt er als eerste de kont op. In de first place Bas de Bever van de Nederlands. En de second place Jurgen Lauw van de Nederlands. En on the third place als de tweede aan Britt te stellen, Laurent Pichy. Laurent Pichy aan Britt te stellen. En we gaan kijken naar de Bas de Bever. Bas de Bever van de Nederlands en de tweede place. Op de eerste plaats van Pichy. Uit de Nederland gedaan, Bas de Bever. En op de tweede plaats komt hij door op dit moment de man van de tweede. Jorg de Lauw aan Britt te stellen. Daar komt hij uit de Zwijs. Laurent Tichy. Laurent. Ah, Julia, die bij Wilco Gunnendaal. Wilco Gunnendaal is op die commune boven. Dat heb ik het ook weer mee. Ik wil ons zien, kom met Paapwaard. Wilco Gunnendaal. Wilco Gunnendaal. Dat is hier in de minuut meer de hele tijd. En ik wil ons hier meer de hele tijd. Dat is hier in de minuut meer de hele tijd. Is het toch slecht, maar dat wil ik de wereld doen. Is het Wilco Gunnendaal. Die kan het hebben. De brug van de Johnny Crosby, Johnny Crosby.
Latvia. En dan gaan we kijken naar de volgende man. Daar komt Koentje van Wolfsen.
comme une bombe. Alors elle aborde bien la double bosse maintenant. Elle se dirige sur le premier virage de sa porte. Eh bien, le jeu se prend jamais le fin à l'intérieur. Enfin, le recherchant va tenter de prendre la première place. Après être fait cette championne de France, Anne Jean-Louis. B-Finale. Ja, en daar klappen ze naar beneden. Een hele goede stap daar van Topwijers. Topwijers die daar in die koppositie weet mee te draaien. Martin Steensma zit er heel goed bij. Martin Steensma daar op de derde plaats. Topwijers. Oeh, daar gaat Martin Steensma aan. Martin, pak die ziet weer mee, jongen. Pak die ziet weer mee, jongen. En we gaan kijken naar de man aan de lijn. Wat die nu is er. Scorpioni. Scorpioni aan de vrouwste. Scorpioni. Superglas A-Finale. Go!